Bij de aanvang van de begrotingsbehandeling vandaag plaatste het lid Marinus B. vraagtekens bij de orde van de vergadering. Volgens hem krijgt het parlement soms niet de ruimte om te formuleren wat zij naar voren willen brengen. DNA-voorzitter Jenny Simons wilde echter concreet weten wat er mis was met de orde die zij hanteerde. Voor haar was namelijk belangrijk dat B. niet een spreekbeurt wil doen bij een punt van orde. Voorzitter, we staan op precies, het punt. Precies, zo die voorzitter ook maar niet. Nee, dat doe ik niet. Maar sorry. Okay. Ik overtreed mijn eigen regel. Ja. Juist. Let me. We staan op het punt de behandeling van onze begroting te vervolgen. Maar voorzitter, we hebben een aantal problemen. Ja? Ziekenhuizen luiden noodkreet. Adron is nog niet betaald. Maar medewerkers met orde te en maken, zelf experimentaars. Dus mijn voorstel vanuit de fractievoorzitter. En u begrijpt, Moody. Wat is uw voorstel? Dat ga ik ga echt die microfoon. Wat is uw voorstel? Mijn voorstel, voorzitter. Misschien zouden we even de begroting kunnen opschorten. Laten we zitten met de regering om te kijken hoe we deze problemen gaan moeten oplossen. Dat is wat voorzitter. We doen in de begrotingsbehandeling, let B. Dank u wel. Ik heb nee, voorzitter. Voorstel en nog een tweede. Mino Lobasani, ik krijg de ruimte niet om te praten. Als nee, een orde voorstel is geen punt om een ruimte te krijgen nee, om te praten. Moet u moet een orde voorstel doen. Oké, voorzitter. Er is nu vanwege de beantwoording van de minister een smet op het parlement. Want corrupte zo heeft de pers het opgevangen. Corrupte parlementaris heeft de minister gebeld. En de minister heeft niet gezegd wie en hij weigert. Mijn fractie zegt, want vanuit de fractie van de ABO dus wat is uw heeft niemand voorstel? De minister gebeld. Ja? Dus ik zeg, de minister moet concreet aangeven van luister, in mijn poging de zaak te verdedigen heb ik gelogen voor het parlement. Simons gaf aan geen reden te hebben om aan te nemen dat de minister van LVV heeft gelogen. Het lid Mahinder Jogi ondersteunde zijn collega, maar ook zijn microfoon werd uitgeschakeld. De voorzitter wees hem erop dat hij bij een punt van orde geen reden kan voeren, maar een ordevoorstel moet doen. Mag ik u vragen, voorzitter, om te bevorderen dat de minister van LVV die hier is, de regering is hier, de vicepresident is hier, dat met betrekking tot de uitspraak, voorzitter, duidelijkheid wordt gegeven. Dat omdat, is wat lid B.A. lief gevraagd. Omdat, voorzitter, het niet zo kan zijn dat de minister zegt dat er een bende daar opereert. Lid Jogi en alle leden, we zijn hier bezig met de begrotingsbehandeling. De regering is nog niet eens aan het woord gekomen. De minister heeft tussentijds een antwoord gegeven. Dus u mag allemaal hier komen staan. U heeft een heel uur de tijd om alles te zeggen wat u wil over die minister. Zolang het binnen de perken blijft van de orde. En dan moet die minister nog weer ingaan in de ronde van de regering. Dus er is geen enkele reden om een begrotingsbehandeling in een heel zijspoor te brengen. U mag uw punt komen maken. U hoeft geen punt van orde te vragen daarvoor. U krijgt straks het woord en u mag uw punt maken. DNA-voorzitter Jenny Simons en daarvoor het lid Jogi. Hierna was het de beurt aan de fractieleider van de NBS, Gregory Rusland, om het woord te voeren. Hij vroeg zich bij het begin van zijn betoog af of er geld is voor het uitvoeren van de plannen zoals gepresenteerd door de regering. Vooral omdat er nu al gemerkt wordt dat er een tekort van bijkans 8,6 miljard SRD is. We moeten daarvan aftrekken de 3,7 miljard. En welk bedrag is aangehaald door de voorzitter van de commissie Begrotingen binnen DNA. Hetgeen het tekort brengt op 4,9 miljard SRD. Aldus de NPS-parlementariër Rusland vandaag bij de aanvang van de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2018.